Zo, hier zit de vakantie er weer op. Ik heb genoten van een mooie paar weken weg met mijn gezin. En ik heb boeken gelezen over sociale media en de vreselijk, verschrikkelijk verslavende werking daarvan. Toen moest ik denken aan de rattenvanger van Hamelen. Ken je dat sprookje nog? Dat er een dorp is wat last heeft van een rattenplaag. Uiteindelijk vragen zij een rattenvanger om in een dorp te komen en die speelt fluit. En met die fluit lokt hij de ratten weg. Nou, dan wil hij op een gegeven moment betaald worden voor zijn diensten. Zeggen ze, weet je wat, we hebben geen geld. Zegt hij, geen probleem, want ik kan ook fluiten en dan neem ik al je kinderen mee. Nou, heeft hij al die kinderen het dorp uitgefloten en zijn ze weg. En ineens dacht ik, potverdorie, die bedrijven achter social media, hoeveel blijdschap en lol ze er ook mee leken te verspreiden, zijn eigenlijk de moderne rattenvangers van Hamelen. Want zij kapen de aandacht, overigens niet alleen van onze kinderen, ik denk ook van ons als grote mensen, als boeven weg, zolang we gratis van hun diensten gebruik blijven maken. Vond ik wel iets om op te kauwen en misschien ook wel iets om eens wat aan te gaan doen. Nou ja, zomaar wat weerspiegelingen na een buitengewoon social media-loze vakantie.